Starfield is één van mijn favoriete games aller tijden. Zo, dan hebben we dat maar meteen gezegd. Goed, dat komt natuurlijk door Starfield zelf, maar ook door mijn eigen smaak in games. Skyrim en Fallout 3 en New Vegas staan hoog in mijn all-time lijstjes, dus het is nogal wiedes dat Starfield voor mij echt top is. Hi, ik ben Jurian en ik ben over het algemeen wel fan van de games van Bethesda Softworks. Want dat is wel wat dit ook duidelijk is. Starfield is in alles een typische Bethesda game. De stijl van de graphics en de gameplay doet denken aan Fallout en The Elder Scrolls. En dat is goed nieuws, want die twee franchises horen bij de beste RPG's die er zijn. In Starfield ben je een personage met een achtergrond die je zelf mag invullen en kom je in aanraking met geheimzinnige artefacten. Dat is het overkoepelende verhaal, dat is de hoofdlijn. Maar Starfield draait vooral om wat er tussendoor allemaal gebeurt. De game biedt niet één verhaal, maar honderden verhalen. Elke planeet waar je komt, elk schip dat je tegenkomt, kan naar weer een nieuwe, verrassende quest leiden. Dat is waarom ik Starfield zo ongelooflijk vet vind. Je weet als je je PC of Xbox aanzet echt nog niet wat je allemaal gaat doen, wat je allemaal gaat ontdekken. En de game geeft je echt het gevoel dat je een ruimteavonturier bent en dat is heel knap. Natuurlijk zijn niet alle avonturen even groot, maar juist in de kleintjes zit vaak veel lol. Bethesda heeft weer een aantal hilarische verhaallijntjes en dialogen klaarstaan en ik kan daar enorm van genieten. Die kleinere verhaaltjes wisselen de wat grotere verhalen af. Die grotere verhalen hangen vaak samen met grote facties die je in de ruimte tegenkomt, zoals de Freestar Collective en de United Colonies. Zeker de questlijnen die je bij de UC vindt, vertellen ook veel over de geschiedenis van de werelden in Starfield en ook dat levert toffe quests op. Tussen al die quests, al die mogelijkheden die de game biedt, ben jij je eigen persoontje met best veel controle over wat voor iemand je wil zijn. Daarin zijn de skills die je kiest heel belangrijk, want ze zijn bepalend voor de mogelijkheden die je hebt in de gameplay. Starfield kan een heel andere game worden afhankelijk van welke keuzes jij maakt. Ik koos zelf vooral voor skills die mijn leven als avonturier makkelijker maakten. Dus skills gericht op combat, op ruimtegevechten en op het overtuigen van mensen in gesprekken. Daardoor kon ik vaak andere dingen uit NPC's halen dan je zonder die skills zou kunnen doen. Starfield is alleen een stuk breder dan dat. Wil je bijvoorbeeld je eigen ruimteschip ontwerpen? Dat kan, maar daar heb je wel de juiste skills voor nodig. Hetzelfde geldt voor het bouwen van een outpost. Voor je dat optimaal kunt doen, moet je bepaalde skills ontwikkeld hebben. Die keuzes bepalen dus wat je kunt doen en er zijn heel veel keuzes om te maken. Het bouwen van een eigen schip of het opbouwen van een toffe outpost zijn natuurlijk wel bijzonder, maar ik merkte dat die dingen mij toch minder trokken. Ik wil gewoon lekker rondreizen, missies doen, loot scoren en weer verder gaan. En ja, dan mis ik dus hele delen van de game. Ik heb video's gezien van mensen die een halve fabriek hadden opgebouwd waar ze allerlei handige zaken konden maken en grondstoffen konden opslaan. Dat is best vet, alleen ik had niet echt het gevoel dat ik al die dingen nodig had. Ik kwam de game prima door zonder ooit upgrades aan mijn wapens of pak te doen, want ik vond toch alweer steeds nieuwe toffe wapens. En die wapens zijn nodig, want hoewel Starfield een veelzijdige game is, staat combat toch wel behoorlijk centraal. Veel missies laten je vechten tegen bandieten, huurlingen of monsters, dus schieten is nodig. Hoe je dat doet en met wat voor wapens is aan jou en ook dat wordt weer beïnvloed door welke skills je hebt unlocked. Het vechten werkt op zich prima, maar maakt verder ook niet specifiek indruk. Datzelfde geldt voor de ruimtegevechten. Ik vond het heel cool om al die gevechten aan te gaan, maar na een paar ruimtegevechten gehad te hebben, had ik het ook wel weer een beetje gezien. Dat is verder niet erg, want zo vaak hoef je ook weer niet te vechten met je schip, maar dit is voor mij niet waar deze game om draait. Waar de game om draait, is trouwens iets dat de makers zich ook goed hebben afgevraagd, want Starfield kent veel features die je helpen de spelervaring te stroomlijnen. Zo kun je fast travel gebruiken naar plaatsen waar je al eens eerder bent geweest, zodat je niet steeds je schip apart hoeft te laten landen. Dat soort quality of life features zorgt ervoor dat het tempo er lekker in blijft. Dat is nodig, want als je besluit
alles te doen en elk verhaallijntje te volgen, kun je met het grootste gemak 100 tot 150 uur doorbrengen met Starfield. Er is echt idioot veel te doen. Toch zit er aan al die overweldigendheid ook wel een keerzijde. Zeker als je het leuk vindt om op random planeten te landen, zul je merken dat niet alles even inspirerend is. Veel planeten zijn overwegend leeg en saai. Dat komt uiteraard doordat het landingsgebied waar je je schip neerzet op de meeste planeten procedureel gegenereerd wordt. Het stukje land waarop je rondloopt wordt dus vlak voordat je daar landt gegenereerd. Je kunt bijvoorbeeld niet in de buurt van een grote stad landen en er dan naartoe lopen. Wil je de stad in jouw planeet-instance hebben, dan moet je echt in die stad zelf landen. Ook kan het zijn dat je twee keer ongeveer op dezelfde plek landt, maar die tweede keer in een totaal andere omgeving staat. Dat doorbreekt de illusie dus wel een beetje. Grafisch is Starfield overwegend heel goed, al zijn er ook wel wat mindere kanten. Ik was onder de indruk van hoe scherp de game eruit ziet op de Xbox Series X, maar de kanttekening daarbij is dat je op console vastzit aan 30 frames per seconde. Vind ik op zich geen probleem. De haarscherpe pakken van de soldaten of het detailniveau in de schepen vind ik wel zo vet dat ik de limiet op de framerate dan maar voor lief neem. De game heeft trouwens ook veel donkere stukken waar je soms het idee hebt dat je in een soort van Dead Space-achtige game bent beland. Op PC hebben wisselvallige prestaties gamers de afgelopen weken aardig in de weg gezeten. Het goede nieuws daar is dat Bethesda druk bezig is met het oplossen van die problemen, maar daar is zeker nog wel wat winst te behalen. Wat trouwens aanwezig blijft en echt, ik weet niet waarom Bethesda dit maar niet voor elkaar krijgt, maar die typerende zombie-ster die alle NPC's waarmee je praat ook nu weer hebben. Het is diezelfde dwaze look die je kent uit The Elder Scrolls en Fallout. Kijk, mij stoort het als ik speel niet echt, maar ja, als je er slecht op gaat, ja, dan moet je er dus in Starfield ook wel weer mee dealen. In het verlengde daarvan ligt dat NPC's zich sowieso wel raar gedragen af en toe. Pathfinding is soms een probleem en soms komen random NPC's gewoon in je beeld staan terwijl jij met een ander aan het praten bent. Maar ja, dat kan mij dus eigenlijk helemaal niks schelen. Ik zal je even wat vertellen. Normaal doe ik mijn uiterste best om een game volledig uit te spelen voor ik hem review. Heb ik nu ook een poging voor gedaan, maar toen ik daar na meer dan 60 uur eigenlijk nog niet echt bij in de buurt was, dacht ik, laat maar. Deze game is veel te goed, veel te tof, veel te leuk om te gaan rushen. Ik wil er gewoon van genieten en ik weet ook zonder het einde te zien dat Starfield voor mij persoonlijk een nagenoeg perfecte game is. Nee, Starfield is niet perfect. Er valt heus wat te vinden van de gezichten, de rare fratsen van de NPC's, de lege werelden. Maar who cares? Starfield zorgt dat je je voelt als een echte avonturier, komt met toffe personages, leuke verhalen en bakken vol verrassingen. 2023 is echt een extreem goed gamejaar, dat was al wel duidelijk. En er zijn veel kandidaten voor de beste game van het jaar, maar voor mij is dat op dit moment Starfield. Ja. Ja, ik vind het een hele moeilijke keuze, want ik ben heel enthousiast over Starfield. En dan weet ik dat jullie allemaal aan het spelen zijn. Dus terwijl ik nog even nadenk over deze keuze, laat in de comments even weten wat jij vindt van Starfield.